Wij lezen dus met elkaar Matteüs 28, vers 1 tot en met 10 en 16 tot en met 20. Daarin het woord van God lezen we het volgende. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover het woord van God deze morgen. Geliefde gemeente, spreekt u wel eens met anderen over Pasen? Laat ik de vraag anders stellen. Is uw leven een getuigenis van de opgestane Heer Jezus? Ja, dat u met woorden en daden uw omgeving oproept om ook in Jezus te geloven. Spreken van de opgestane Heer, daar zal het vanmorgen op deze tweede paasdag in de dienst over gaan. Want daar worden we namelijk door God zelf toe opgeroepen. Het feit van Jezus' opstanding, dat spoort ons aan aan een ieder te vertellen over onze Heer Jezus Christus. En dat doen we aan de hand van eigenlijk een drietal teksten uit ons gedeelte. Dat zien we namelijk in Matteüs 28, vers 7a. Dan horen we de engel zeggen, en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En ik weet niet of het is opgevallen, maar dat woord ga haastig heen, dat wordt dus nog een keer herhaald door de Heer Jezus zelf. In vers 10, toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders. En tenslotte horen we het Jezus zelf ook tegen zijn discipelen zeggen in vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Dus je ziet een beweging vanuit het lege graf naar de uiteinde van de wereld. Nou, het thema van de preek is Pasen zet in beweging. Pasen zet in beweging. En we horen vanuit dit gedeelte 6 lessen over die beweging. 6 lessen die we vanmorgen meekrijgen.
over die beweging die Pasen in ons wil teweegbrengen. Gemeente, gistermorgen stonden we ook stil bij de geschiedenis van Matteüs 28. En toen hoorden we dat Pasen hoop biedt in crisistijd. De vrouwen waren vol verdriet om hun dode Jezus naar het graf gegaan. Maar toen hadden ze een engel ontmoet die tot hen zei: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. In hun hopeloze situatie waren ze gewezen op de hoopvolle realiteit van de opstanding. Jezus leeft en dat geeft perspectief. De dood en de twijfel en de zonde heeft niet het laatste woord. Jezus is overwinnaar over zonde, dood en duivel. Hij is door zijn Vader opgewekt. En om alle twijfel weg te nemen, zegt de engel: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Maar gemeente, daar blijft het niet bij. De engel is nog niet uitgesproken. Hij voegt er nog iets aan toe. En dat is onze tekst voor vanmorgen. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Kom en zie en ga haastig heen. Gemeente, die twee horen bij elkaar. Ja, wij zijn soms nogal eens goed in het losknippen van die twee dingen. Dan komen we naar het lege graf en dan zien we dat de Heer Jezus opgestaan en vol verwondering ontvangen we in de weg van het geloof de redding van de opgestane Heere die Hij aan ons schenkt. En we zijn dankbaar wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft en we zingen een paar prachtige liederen in de kerk en we geven onze gaven en daar blijft het dan bij. Nee, zegt de Heere vanmorgen. In geloof komen en zien gaat samen met en ga haastig heen. Dat is wat de Heere vanmorgen tegen ons zegt. Via de engel. Ga haastig heen. Je kunt een gezegende Pasen hebben gehad. Je bent tot in het diepst van je ziel verwond dat Christus je bevrijd heeft van de hel. Vrijdagavond, dat Hij je hoop biedt in crisistijd, zondagmorgen. Dat Hij je leven als de opgestane Heere vernieuwt, zondagmiddag. Maar van daaruit klinkt het woord, ga haastig heen. Ja, het kan zijn dat we dit toch wel een beetje een ongemakkelijke boodschap vinden. We kunnen van alles bedenken om deze opdracht van God maar naast ons neer te leggen. Is het niet te activistisch? Of, nou ja, ik kan toch geen mensen bekeren. Moet ik dan altijd over Jezus praten? De mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Trouwens, dit is toch een opdracht aan de vrouwen? Geldt dat dan ook voor ons? Je kunt zoiets toch niet één op één op ons toepassen? Nou, ik zei net al, het woord ga dan heen klinkt in dit laatste hoofdstuk van Matteüs maar liefst 3 keer. En daarin zien we een beweging. De vrouwen krijgen bij het lege graf de opdracht, ga dan haastig heen. En als ze dan dat gaan doen, komen ze onderweg Jezus tegen. En die komt ook tot hen met het woord, ga dan heen. Bericht mijn broeders. En als de Heer Jezus zijn discipelen ontmoet, dan komt ook tot hen het woord, ga dan heen, onderwijs al de volken. En dan geeft de Heer Jezus daar ook nog een belofte bij. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Maar dat laatste heeft nog niet plaatsgevonden. En de discipelen zijn al gestorven. Dus tot die tijd van Jezus' terugkomst geldt voor alle generaties door de roeping, ga heen. Want gemeente, zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar hoe kunnen mensen in God geloven, als ze nog nooit van Hem gehoord hebben? Dus in de opdracht van vanmorgen horen we Gods liefdevolle vaderhart kloppen voor deze zondige van Hem afgevallen wereld. Want stel nu dat het waar is, en het is waar dat Jezus leeft, dan heeft dat voor ieder mens consequenties.
Hij heeft immers alle macht in hemel en op aarde. Met zijn opstanding heeft hij bewezen te zijn Gods zoon. En dan is het dus van voor ieder mens van levensbelang om deze zaligmaker te leren kennen en lief te hebben, om gered te worden voor de eeuwigheid. Geloven is niet een hobby, iets waar de een iets meer mee heeft dan de ander. Nee, het gaat om de waarheid. En die waarheid moet verkondigd worden, zodat de leugen ontmaskerd wordt en de mensen de liefde en de genade van de Heer Jezus leren kennen. Ga haastig heen. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heer en ontzagwekkend boven alle goden. Ja, u heeft gelijk dat wij mensen niet kunnen bekeren. Dat blijft het werk van God. Maar hij schakelt wel mensen in. Al is de Heer niet voor ons afhankelijk, zijn normale manier om de wereld met het evangelie te bereiken is door middel van zijn kinderen die getuigen. En gemeente, hiermee kom ik bij de eerste les die we vanmorgen vanuit Matteüs 28 ontvangen. Als de oproep klinkt, ga haastig heen, dan wil de Heer niet dat we krampachtig worden. Zo van, oh, ik moet nu mensen over Jezus vertellen, want anders ben ik ongehoorzaam. Het moet. De Heer wil ons ook geen schuldgevoel aanpraten. Zo van, jij bent echt een slechte christen. Want je evangeliseert veel te weinig. Nee, daar is de Heere vanmorgen niet op uit. De oproep van vanmorgen om te getuigen dat Jezus leeft, wil ons allereerst persoonlijk aan de voeten van de levende Heer Jezus brengen. Kom en zie en ga haastig heen. Wanneer wij een persoonlijke ontmoeting hebben gehad met de opgestane Heer Jezus, en we hebben zijn genade mogen ontvangen, ja, dan zet Pasen ons in beweging. En dan mag je door het werk van de Heilige Geest een onderdeel worden van die wereldwijde beweging van God. En wat dat betreft wil de oproep van vanmorgen ons wel voor het eerst of opnieuw in de klem brengen. Want ja, hoe zult u kunnen getuigen dat Christus leeft als u hem zelf niet kent? Anderen vertellen over de noodzaak om in Jezus te geloven voor de vergeving van je zonden. Maar zelf deze Jezus in hoogmoed en ongeloof naast je neerleggen, hoe rijmt dat met elkaar? Nou, laat dat u dan vanmorgen aan de voeten van de zaligmaker brengen om in afhankelijkheid van hem te leren leven. Maar ook als u de Heer kent en u mag geloven en u weet dat u door genade met God verzoend bent. Ja, ook dan wil het woord van de engel u vanmorgen in de klem brengen. Want ja, hoe staat het eigenlijk met ons getuigende leven? Natuurlijk, je hoeft niet altijd direct met mensen over de Heer Jezus te beginnen. En op sommige momenten is het beter om te zwijgen, dat is waar. Maar de neiging bestaat, en ik herken hem ook bij mezelf als ik eerlijk ben, maar de neiging bestaat wel om zulke soort redenen te noemen om het dus maar helemaal niet meer te doen. In hoeverre zoeken wij naar gelegenheden om mensen erop te wijzen dat Jezus leeft en dat hij hen zalig wil maken? Of zijn wij niet meer van doordrongen dat mensen dreigen verloren te gaan? Als ze Jezus niet kennen. Zijn we zo beïnvloed door de tijdgeest die zegt, oh, ieder zijn eigen waarheid. Laat elkaar maar vrij. Jij denkt dat Jezus leeft, nou ik niet. Nou ja, even goede vrienden. We zien het allemaal wel. Niemand heeft de waarheid in pacht. Gemeente, om door Pasen in beweging gezet te worden en te getuigen van de levende Jezus, is het blijvend nodig, allereerst zelf aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. De engel zegt, ga haastig heen. En met dat woordje haastig kom ik bij de tweede les. En dat is dat we daarin de urgentie van het heil horen doorklingen.
doorklinken. De hemel heeft haast. Iedereen moet het horen. In het woordje haastig horen we de drijfkracht van de Heilige Geest. Hij wil mensen in beweging zetten om ze tot getuigen van de levende Jezus te brengen. Zondaren moeten gered worden. Ja, wie in overgave aan de voeten van de Heere zit, die mag in Gods kracht van de waarheid gaan getuigen. Want in Hem is alles te vinden wat je nodig hebt. In de rust van Gods genade ligt de bewegingskracht om Jezus te willen vertegenwoordigen op de aarde. Vanuit het besef van de urgentie dat mensen op weg zijn naar de eeuwigheid. En dan de rechter van hemel en aarde zullen ontmoeten. En vanuit de bewogenheid van God verlang je ernaar dat die rechter dan straks ook hun redder zal blijken te zijn. De gemeente, de oproep om haastig heen te gaan, die wil ons dan ook oefenen om net als Christus met innerlijke ontferming bewogen te zijn over de schare die verstrooid is omdat ze geen herder hebben. En misschien is dat wel de boodschap die de Heere u vanmorgen op het hart wil drukken. Zijn wij nog bewogen zoals Jezus bewogen was? Stroomt mijn hart net als bij Jezus over van liefde voor de medemens? Maar dan kan het toch niet anders dan dat ik ook hun zielenijl op het oog heb en naar wegen zoek om ze in contact te brengen met de levende Jezus. Ja, maar ik ben geen gemakkelijke prater en... En als ik eerlijk ben, schaam ik me soms zelfs voor mijn geloven. En ik wil het niet, maar ik heb gewoon last van mensenvrees en ik word daardoor belemmerd. Weet u, u hoeft niet bevreesd te zijn. De Heer is opgewekt. Wat een ontspanning. Het hangt niet van u af en van uw getuigen. Wel nee. God vraagt niet om geschiktheid, maar om bereidheid. De vrouwen in ons gedeelte waren ook geen ideale personen. Ten eerste zien we dat ze bevreesd zijn. En ten tweede zijn het ook nog eens vrouwen. Daarmee bedoel ik niet om vrouwen negatief weg te zetten, maar in die tijd werden vrouwen als onbetrouwbaar gezien. Ze mochten bijvoorbeeld niet getuigen in een rechtbank, bij een rechtszaak. Nu, die vrouwen worden er door de engel op uitgestuurd om te gaan getuigen. En wat dacht u van de discipelen zelf? De Heer Jezus geeft ze de opdracht om heen te gaan. Wat staat er in vers 17? Ja, ze aanbaden Jezus, maar sommigen twijfelen. De vrouwen en de discipelen en wij vanmorgen worden er niet op uitgestuurd, omdat wij geschikt zijn in onszelf, maar omdat de Heere je bekwaam wil maken op het moment dat je in gehoorzaamheid luistert naar Gods opdracht. De apostel Petrus zegt dat het volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, geroepen is de deugden van de Heere te verkondigen. Van Hem die ze uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, al zijn ze in ons gedeelte nog bang en twijfelmoedig. Later staat er van de apostelen geschreven: zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en wetend dat zij ongeleerde, eenvoudige mensen waren, verwonderen zich. Dat wordt van Petrus en Johannes gezegd: eenvoudige mensen. Maar ze hadden een ontmoeting met de levende Heere gehad en van daaruit vrijmoedigheid gekregen om te getuigen. Gelooft u dat? Ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij is opgestaan en met zijn geest hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan. We gaan naar de derde les, die we in dit kader vanuit Matteüs 28 ontvangen. Want waar gingen de vrouwen naartoe? Naar de overpriesters en schriftgeleerden? Nee, ze gingen allereerst naar de discipelen.
Niet dat ongelovigen niet belangrijk waren, maar de eerste prioriteit lag bij het bemoedigen van Jezus' eigen discipelen. En daarin zie ik de les dat het getuigen naar de wereld begint met het bemoedigen van je medebroeders en zusters. Een principe die we bijvoorbeeld ook terugzien bij Paulus als hij schrijft: laten wij goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. De Heere wil niet dat zijn kinderen terneergedrukt zijn en zonder vreugde en vrede leven. Want dat werkt belemmerend voor het getuigenis naar de wereld. En daarom zijn christenen allereerst aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en vertroosten. Niet dat de wereld daarmee onbelangrijk is, integendeel, op die manier ondersteunen wij elkaar in de hoge roeping om in woord en daad naar de wereld te kunnen getuigen van de opgestane levensvorst. En zo gaan de vrouwen naar de discipelen om te zeggen dat Jezus opgewekt is. En weet u wat het mooie is? Zij mogen de discipelen bemoedigen door ze een woord van Jezus in herinnering te brengen. Zij moeten immers zeggen dat hij hen voorgaat naar Galilea. Precies zoals de Heer Jezus zelf tijdens de paasmaaltijd ook had gezegd. Daar waren de vrouwen niet bij aanwezig geweest. Dus zonder dat ze het zelf beseffen, herhalen ze Jezus' eigen woorden. Vindt u niet prachtig? Zal dat niet bemoedigend zijn geweest voor de discipelen? Dat ze uit de mond van de vrouwen Jezus' eigen woorden horen. Nu werkt dat niet vaker zo. Dat er u een bepaalde gedachte, bijbeltekst of lied in de gedachte komt. En u schrijft dat of u geeft dat door aan een medebroeder of zuster. En dat blijkt precies hetgene te zijn wat diegene nodig heeft. Wat is de Heer goed, hè? Ja, de oproep van vanmorgen om ons heen te zien en omheen te gaan, dat kan bij ons, voor ons westelingen, wel wat confronterend zijn. Want wij zullen niet individualistisch moeten leven, maar als een gemeenschap. De Bijbel denkt sowieso in relaties. Relaties in huwelijk, werk, gezin, kerk. Wij zijn dat in onze super individualistische tijd grotendeels verleerd, omdat we voortdurend worden opgeroepen alleen voor onszelf te kiezen. We moeten het leven in gemeenschap weer leren herwaarderen. We leven niet voor onszelf, maar voor elkaar. En wat dat betreft is het nodig om te blijven bidden: Heere, ik ga op zoveel momenten niet heen om van u te getuigen, omdat ik gericht ben op mezelf. Vergeef me en help me om deze zondige neiging steeds meer af te leren en op het welzijn van mijn medemens gericht te zijn, zoals u dat werkelijk bent. De algoede God zij ons genadig en hij zegent ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig aan ons lichten en hij zij ons goed. Waarom? Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wendt en de blinde heiden nu nog van God gescheiden eens uw heil erken. En maak dat maar ook gewoon praktisch voor uzelf. Wat staat mij te doen deze week? Met wie kan ik over de Heere spreken? Een gemeentelid die bemoediging of vertroosting nodig heeft? Of iemand die de levende Jezus nog niet kent? Ja, vraag het 's morgens maar gewoon. Ik zou zeggen, begin de morgenochtend maar mee. Heere, geef me vandaag een mogelijkheid om van u te getuigen. Opent uw deuren en help mij dan vervolgens om die mogelijkheid ook te benutten. Want als je zo leeft, dan zal je gaan ervaren dat de Heilige Geest je creatief maakt en ook de juiste woorden in de mond geeft. Pasen zet in beweging. We hebben tot nu toe 3 lessen gehoord. Het wil ons aan de voeten van de Heer Jezus brengen.
zodat we meegaan in de beweging van de hemelse urgentie, waarbij het gaat van medegelovigen naar de wereld. En we zeggen het maar opnieuw. Het kan zijn dat we vanmorgen wat ongemakkelijk in de bank zitten en niet goed raad weten met de oproep om heen te gaan. Maar hoe komt het dan dat we dat zo lastig vinden? Zijn we misschien toch te veel op onszelf gericht? Hebben we ons er niet voor over? Zijn we bang op negatieve reacties? Dat er op ons wordt neergekeken? Voelen we ons onbekwaam? Maar de Heer is er toch bij? En dat is de vierde les van vanmorgen. Jezus is erbij. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Wel nee, wanneer u heen gaat, ver weg of dichtbij, binnen de gemeente en daarbuiten, om daar te getuigen van Pasen, dat de Heer Jezus weer leeft, dan zal Hij zelf u ondersteunen en de juiste woorden in de mond geven. Hij heeft het immers gezegd, vers 20, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Met zijn geest neemt hij intrek in het hart van Gods kinderen en wijkt hij nimmer meer van hen. En als je daarvan doordrongen bent, dat de opgestane Heer bij je is, waarom zou je je dan laten tegenhouden door mensenvrees of door angst voor imagoschade of wat dan ook? Jezus is erbij. Hij heeft beloofd dat hij met zijn geest je de woorden zal geven die je nodig hebt. En weet je wat het wonderlijke is? Die grote, heerlijke, opgestane levensvorst, Jezus, de Heilige Heere van hemel en aarde, voor wie je ontzag en vol aanbidding op de knieën zal moeten gaan. Weet u hoe die Jezus zich noemt? Een broer. Kijk maar wat we van hem in vers 10 horen zeggen als hij tegen de vrouwen zegt: ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Voor het eerst in het evangelie noemt Jezus zijn discipelen hier zijn broeders. Voelt u de liefde en betrokkenheid daarin doorklinken? Geen slaaf, zelfs geen vriend, maar broer. Er is een bloedband gekomen sinds Jezus weer is opgestaan door zijn volbrachte werk. Ja, in Hebreeën 2 wordt gesproken over Jezus als de leidsman van de zaligmaker. En in die titel, en u ziet het ook aan mijn hand, mijn beweging, daarin hoor je iets over iets van Gods grootheid en zijn heiligheid en zijn unieke rol als zaligmaker. Maar die tekst in Hebreeën gaat door. En dan staat er, hij die heiligt, Jezus, en zij die geheiligd worden, de gelovigen, ze zijn allen uiteen. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. En is dat geen heerlijke bemoediging, broeders en zusters? Ja, in de christelijke gemeente mogen we elkaar geestelijke broers en zussen noemen. Maar de Heere die zalig maakt en de dood heeft overwonnen, die Heere, die is onze oudste broer. En als de boodschap uit zijn mond klinkt, ga dan heen, dan voegt hij er als een bemoediging aan toe. En ik ben erbij. Laat je dus door niets of niemand tegenhouden, ook niet door jezelf. Want als ik voor je ben, wie zal dan tegen je zijn? Het is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft. Ja, maar wat stelt mijn bijdrage nu eigenlijk voor? Ik ben geen apostel of kerkplanter of iemand als Calvijn of een of andere invloedrijke dominee. Ik ben maar een gewoon mens, een man of vrouw, een jongen of meisje. U en jij mag precies met de gave die God u en jou gegeven heeft in uw hoekje getuigen van de Heer Jezus. En dat is de vijfde les.
een kleine bijdrage dat in liefde is gedaan voor God, heeft voor hem grote waarde. Wat denkt u van die vrouwen uit onze tekst? Hebben zij nu echt iets bijzonders gedaan? Ze hebben aan de discipelen verteld dat Jezus is opgewekt. Meer weten we niet van hen. Maar ze waren wel een essentieel schakeltje in Gods grote reddingsbeweging. Want via de vrouwen kwam de boodschap van Pasen bij de discipelen. En via hen is het evangelie in Europa terechtgekomen. En werden overal ter wereld kerken gesticht. Het is als een steentje in de vijver. En de jongens en meisjes weten wel wat er gebeurt als je een steentje in de vijver gooit. Dan krijg je van die kringen. En ze gaan wijder en wijder en wijder. Totdat ze bij de rand van het meertje van het vijver zijn gekomen. Nu, elke kleine bijdrage kan als een klein steentje in de beweging van Pasen grote gevolgen hebben. En weet u, juist de groten in de kerkgeschiedenis zijn nogal eens tot bekering gekomen door hele eenvoudige mensen. Neem u Andreas. We komen in de Bijbel tegen als iemand van de achtergrond. Maar hij heeft wel Petrus bij de Heer Jezus gebracht. Hoeveel heeft hij voor de kerk gedaan? Of wat dacht u van Augustinus? Of verschillende bekend geworden Puriteinse dominees? Zij hadden allemaal een eenvoudige, godvruchtige en vooral ook biddende moeder. En zo op het eerste gezicht zou je van die moeders zeggen, die zijn niet zo belangrijk in het koninkrijk van God. Het tegendeel is echter waar. Hun voor de mensen niet bijzondere werk is groot voor de Here. Als laatste voorbeeld, de bekende predikant Charles Spurgeon. Hij die door God gebruikt werd om duizenden mensen tot de Here te brengen. Zelf kwam hij tot geloof door de prediking van een eenvoudige, ongeletterde persoon, omdat de dominee plotseling niet kon opkomen dagen en er was maar iemand die een woord bracht. Ongeletterd. En dat bracht Spurgeon tot bekering. En Spurgeon heeft duizenden bij Jezus kunnen brengen. Een kleine bijdrage in liefde gedaan voor God heeft grote waarde. Nu is op aard geen goede daad meer te vergeefs gedaan. Want wat gij doet, goed doet, is als zaad dat heerlijk op zal gaan. En gemeente, wanneer we zo in gehoorzaamheid aan de Here, op de plaats waar wij ons bevinden, onze gaven gebruiken om gehoor te geven aan de oproep om haastig heen te gaan, dan zullen we zelf ook gezegend worden. En dat is de zesde en laatste les die ik vanmorgen vanuit Matteüs 28 u wil meegeven. Wie leeft in gehoorzaamheid, wordt gevuld met blijdschap en aanbidding van de zaligmaker. Want nadat de engel de vrouwen had opgedragen de plaats te zien waar de Heer Jezus gelegen had en de blijde boodschap van zijn opstanding aan zijn discipelen te gaan vertellen, was hun twijfel en hun angst daarmee direct weg? Nee. We lezen in vers 8. En zij gingen haastig van het graf weg met vrezen en grote blijdschap. Dus in hun hart strijden vrees en blijdschap dus nog volop om voorrang. Maar die worsteling, laten ze zich niet door tegenhouden. Ze zeggen niet, ik moet eerst volledig ervan overtuigd zijn en genoeg vrede in mijn hart ontvangen hebben. Want pas werkelijk, als ik werkelijk geloof dat Jezus is opgewekt, dan ga ik doen wat de engel me opdraagt. Nee, in gehoorzaamheid gaan ze in haast richting de discipelen. Met vrees en blijdschap in hun hart. En wat gebeurt er als ze onderweg zijn? Vers 9b. Zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze waren de engel gehoorzaam geweest, terwijl hun hart toch
voor een deel gevuld was met vrees. Maar omdat ze gehoorzaam waren, werden ze zelf gezegend met een ontmoeting met de opgestane Jezus. En broeders en zusters, laat ons dat vanmorgen aansporen om er des te meer toewijding gehoor te geven aan de oproep die klinkt vanuit de hemel. Ga dan heen, onderwijs al de volken, of ze nu ver weg zijn of dichtbij, familie en buren. Iedereen moet het horen dat Jezus leeft, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En laat je niet belemmeren door vrees of wat dan ook, want in de gehoorzaamheid ontvangt u de zegen van de hemel. Weet u, in het laatste hoofdstuk van de Bijbel staat een wonderlijk vers. Zalig zijn zij die Gods geboden doen. Is het niet beter om te zeggen, zalig zijn zij die geloven? Ja, natuurlijk, dat is helemaal waar. Maar juist het geloven wordt zichtbaar in het gehoorzamen van Gods geboden. Ook als je het niet voelt. Ook als je nog last hebt van vrees in je hart. En zegt u vanmorgen, ja, maar ik heb zo weinig gaven en mijn geloof is zo klein. Ik kan echt niet getuigen van de Heer Jezus. Hoor dan het woord van de Heer. Ga haastig heen. Want zie, ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. In de weg van afhankelijke gehoorzaamheid zult u zelf door God gezegend worden. Meer geloof, meer hoop, meer liefde zullen u uit genade ten deel vallen. De zegen van hemelse vrede zal uw hart binnenstromen. En u zult gaan ervaren dat die levende Jezus er ook voor u is. Dat de opgestane levensvorst als een oudste broer van u afweet en voor u zorgt. En dan, ja, dan mag je in aanbidding voor de Heere op de knieën neervallen. Want hij is het zo waard door ons geprezen te worden. Wat een liefde, wat een goedheid, wat een heerlijke genade voor een ieder die gelooft. Gemeente, Pasen zet in beweging. De boodschap klinkt. Jezus leeft. Heeft het u al in beweging gezet? Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen. Want zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof hem vroeg en laat. En de wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na. Halleluja voor de opgestane Heer. Amen.